Het was even schrikken gisteravond, want na beurs ging het aandeel Facebook met 22% onderuit na de bekendmaking van hun laatste kwartaalcijfers. En dat soort dalingen, dat soort crashes kunnen we het eigenlijk wel noemen, hebben we de laatste weken eigenlijk wel vaker gezien. We hebben het zien gebeuren bij onder andere Netflix, bij Snapchat en ook bij PayPal. En hoewel dat wel grote namen zijn, bekende bedrijven, zijn het niet zo'n bedrijven met een grote beurswaarde zoals Facebook dat heeft. Dus op zich is dat best wel, ja, ik wil niet zeggen uniek, maar wel. Het komt niet vaak voor dat een bedrijf met een beurswaarde van bijna 1000 miljard of meer met 20% op een dag onderuit gaat. En aangezien ik zelf aandelen Facebook bezit, maar ook omdat het juist zo opvallend is, is dat zo'n groot bedrijf... Zo hard wordt afgestraft op de beurs, wil ik in deze video gaan kijken waarom dat gebeurt. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl, waar we vandaag dus gaan kijken naar het aandeel Facebook, of Meta, of Meta zoals het tegenwoordig heet. En waarom dat juist zo hard is onderuit gegaan, ik ga nog geen nieuwe waardering maken, omdat ik zelf nog een beetje na aan denken ben van ja, wat hebben we inmiddels, wat weten we inmiddels al. Maar ik ben eigenlijk ook wel nog op zoek naar nieuwe informatie en hoe de markt erop gaat reageren eigenlijk in de komende dagen. Maar ik ben ook zeker benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt, hoe jij denkt, wat jou opvalt. En laat dat vooral weten in de reacties onder deze video, dus laten we nu eigenlijk vooral gaan kijken naar wat we wel weten. Dat zijn de feiten en dus laten we gaan kijken naar de kwartaalcijfers. En de kwartaalcijfers gaat dus over het vierde kwartaal van 2021. En mocht je zelf ook deze cijfers willen kijken, het kan op investor.fbfacebook.com. Um, ik ga niet alle sheets trouwens bekijken, maar wel een paar dingen die wel belangrijk zijn. Nou, de omzet, advertising, dat is nog steeds het meest belangrijke. Bijna alle omzet van Facebook of Meta komt natuurlijk vanuit adverteren. En waar we dan vooral op naar gaan kijken is het vierde kwartaal van 2021 met het vierde kwartaal van 2020. Nou, we zien wel dat dat uh, toch zo'n 5 miljard extra aan omzet heeft gehad, dus dat is in ieder geval positief. Kijken we verder, per omzet, per geografische ding, indeling vind ik niet zo belangrijk. Wel de segmenten, zoals we zeiden, een uh, groot gedeelte komt uit adverteren, uh, het adder is er wel, maar dat stelt eigenlijk weinig voor vergeleken met de miljarden die ze binnenhalen uh, met adverteren. En wat hier dan opvalt is dat we dus wel die stijging zien van de omzet. Maar kijken we verder naar onderen, dan zien we wel dat de operating margin afneemt. Die was vorig jaar nog 46%. En dit jaar of afgelopen kwartaal, zo moet ik het zeggen, 37%. Dus ja, de winstgevendheid neemt af, ook al neemt de, de omzet wel toe. Het kan natuurlijk te maken hebben met of nieuwe regels, dat er meer personeel moet worden aangenomen, dat ze extra investeren of dat ze misschien op andere manieren getroffen worden. Dus laten we ook vooral even verder gaan kijken. Nou, um, we zien dat de kosten die ze maken toenemen. Dat is onder andere dus een reden waarom ze minder winst maken. Kijk wat zagen we hier vorig jaar. ...zien we 19, 19, 12 en 6 procent aan kosten. En hier zie je dan welke groepen dat zijn. Hier zien we die 19 nog hetzelfde zijn. Die 19 andere, die is gegroeid naar 21. Dus meer kosten voor research en development. Uh, marketing is toegenomen, de kosten. Maar wat vooral ook toegenomen is, is juist de bovenste. Dat is bijna verdubbeld. Dus dat is in ieder geval iets wat ja, de winst drukt. En onder andere dus uh, negatief is als aandeelhouder zijnde op zich. Um, wat ook negatief is is dat hun belastingdruk uh, is eigenlijk toegenomen. Die was... Een paar jaar geleden 20%, maar toen is hij naar vorig jaar gedaald naar 14%. Oftewel, 14% belasting op de winst die ze toen Grote bedrijven weten vaak wel ergens voordelen te halen. of een beetje de belasting te ontwijken, omzeilen. En waar het dus vorig jaar nog 14% was, is dat nu 19%. Dus wat ze uiteindelijk overhielden voor belasting. daar betalen ze nu nog eens een groter percentage over. Waardoor er aan het einde van de streep natuurlijk oh, oh, wederom dus minder geld overblijft. En hoe ziet dat dan uit, net inkomen? Nou, als we gaan vergelijken met het uh, vierde kwartaal van 2020, is dat dus afgelopen jaar afgenomen. Uh, we zien wel de andere kwartalen dat die erg goed zijn geweest. Over het hele jaar ziet het dus ook heel positief uit. Alleen juist het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder in hetzelfde kwartaal, dat is dus afgenomen. Uh, kan eenmalig zijn, kan ook een bepaalde trend hebben, een bepaalde reden hebben. Daar komen we zo meteen nog op. Kijken we naar de winst. Aandeel die was uh, in het vierde kwartaal van 2020 3,88 dollar, afgelopen kwartaal 3,67. Dat is minder. Niet alleen ja, dat is al negatief op zich, maar dat kan een bepaalde reden hebben. En het is ook altijd belangrijk, en dat is ook onder andere een reden waarom het aandeel zo is afgestraft, wat was de verwachting van analisten? Nou, die lag ongeveer hetzelfde als het jaar daarvoor, 3,85, 3,88. En als ze nu dus maar 3,67 per aandeel winst maken, is dat een, ja, een flinke afwijking. En dat is dus, ja, wordt dus gewoon heel negatief opgepakt door beleggers. We zien dan ook dat uh, Facebook veel geld investeert in de toekomst. In de metaverse onder andere. Dat kost gewoon veel geld. Dat is pas iets wat over een paar jaar waarschijnlijk zich uitbetaalt. En dat drukt natuurlijk ook nu de winst. Alles wat je nu doet is in principe om in de toekomst ook omzet te behouden. Omzet te vergroten en dus ook winst te vergroten. Uh, dan komen er heel veel cijfers van hoeveel mensen er dagelijks actief zijn op alle platformen. Nou dat zien we wel een beetje ja, verder afvlakken eigenlijk. Dat zien we ook op maandelijkse basis afvlakken. Dan zien we de gemiddelde... Uh, Omzet per persoon nog wel toenemen over alle platformen, naar nu zo'n 9,40 dollar in totaal. Kijken we bij Facebook zelf, dat daalt zelfs een beetje de dagelijkse gebruikers. De maandelijkse gebruikers is nog een beetje ho hoger, maar ook daar ja, vlakt het wederom af. Het lijkt erop dat we bijna iedereen wel bereikt hebben die ook Facebook zou willen gebruiken. En wat we dan wel zien is dat Facebook nog steeds veruit zorgt voor de meeste omzet per gebruiker. Was het gemiddelde iets van 9,40, dacht ik dat we net zagen. Hier zien we 11,60 dollar voor het vierde kwartaal. En dan zijn vooral Amerika en Canada degenen waar het meest verdiend wordt, gevolgd door Europa. Gevolgd door Azië en de rest van de wereld zit. Dus met 3 dollar daar een stuk lager, een stuk onder. Ten slotte zien we dan nog een bijlage van de Free Cashflow. Die zien we gelukkig wel per kwartaal toenemen. Dat ze veel geld hebben wat ze kunnen gebruiken op alle andere manieren. En dat zullen ze ook zeker nodig hebben. Willen ze ja, meer gebruik gaan maken? Willen ze werken aan die metaverse? Daar heeft Mark Zuckerberg ook gezegd. Geloof ik dat de komende 10 jaar hij daar 10 miljard per jaar aan wil investeren. Nou, we zien wel dat gelukkig. In ieder geval de afgelopen jaren of afgelopen kwartalen behoorlijk wat free cashflow uh, was. Dus het geld om dat te doen, in ieder geval het afgelopen jaar, was dat dan nog. Maar laten we dan ook even gaan kijken naar dit persbericht. Want uit de presentatie eigenlijk die we net zagen van alle cijfers, kun je wel ja, wat afleiden. Maar sommige dingen waren positief. Je ziet nog steeds groei. Je ziet de omzet toenemen. Sommige dingen waren wat negatiever. Je ziet ook de kosten toenemen, waardoor de winstgevendheid afneemt. Uh, de winst per aandeel was natuurlijk wel iets lager. Uh, en ook een stuk lager dan verwacht werd. Maar is dat dan een reden dat het aandeel met 20% of 22% onderuit gaat? Ik zou het niet per se zo denken. Dus laten we ook vooral kijken wat ze hier eigenlijk vertellen. Hier zeggen ze ten eerste ook van, ja we hadden gewoon een heel goed kwartaal. Hier zien we eigenlijk alle cijfers nog een keer in de samenvatting. We zien eigenlijk op alle punten wel een groei. 8%, 9%, 5%, 4% groei op jaarbasis. Um, maar ik denk vooral waar het. Echte grote daling eigenlijk vandaan komt dat dat op pagina 3 staat. Oftewel de CFO-outlook, eigenlijk de, de, de vooruitblik vanuit de CFO en natuurlijk ook vanuit het bedrijf zelf. Um, ze zeggen wel van de omzet dit kwartaal zal waarschijnlijk nog steeds groeien met 3 tot 11 procent. Maar we expect our year-over-year -year growth in the first quarter to be impacted by headwinds to both impressions and price growth. Nou, twee onderdelen, dus waarop ze eigenlijk tegenwind hebben, wat tegenwerkt. Aan de ene kant impressions. Zoals gezegd, Facebook haalt bijna alle omzet nog een beetje uit advertenties. Ze zijn wel bezig om andere manieren van omzet en winst te creëren. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. Dus nu zijn het nog vooral die advertenties. En daar hebben ze eigenlijk ook weer wederom, uh, wederom twee punten die tegenzitten. Aan de ene kant meer concurrentie. Uh, mensen hebben maar 24 uur per dag. Ze besteden bijvoorbeeld, ik noem maar even iets, drie uur gemiddeld per persoon op social media of op andere dingen. Maar in ieder geval, van die drie uur, die moet jij inmiddels meer gaan verdelen met andere concurrenten. Dus jij hebt nog maar minder tijd dat mensen doorbrengen op Facebook bijvoorbeeld of op Instagram. En dat betekent dat je ook minder advertenties kunt tonen. Dus dat is al een manier waarop de omzet eventueel afneemt. Maar ze zeggen ook, we zien ook de manier van content eigenlijk veranderen. Was het vroeger vooral de feed of de stories? Nu zie je steeds meer de reels, de video's. En dat soort type content is gewoon lastiger om advertenties bij te tonen. Of misschien op een beter profiel van iemand te maken. Dus dat heeft ook impact op de winstgevendheid uiteindelijk. En ze hebben dus een tweede heel belangrijke punt, de pricing side. Dat punt bestaat uit drie onderdelen. Onderaan zeggen ze: Valuta dit jaar zal waarschijnlijk impact hebben, valutakoersen, zal niet zo heel groot zijn denk ik. Ten tweede dat bedrijven dit jaar minder budget hebben om te adverteren, onder andere omdat ze al meer kosten maken op andere punten, juist vanwege de inflatie, vanwege toeleveringsproblemen. Um, ja, ergens anders gaat dus meer geld naartoe, dus dat gaat ten koste waarschijnlijk van wat adverteerders, van, van, van het advertentiebudget. Misschien juist ook wel minder adverteren omdat ze niet alles kunnen produceren. Dat zou ook kunnen. Dus er zal minder geld worden besteed aan advertenties. Dus de omzet van Facebook zal op dat punt afnemen. Dus dat is ook een belangrijk punt denk ik. Maar vooral waar een groot gedeelte denk ik van de daling ook aan te danken is, is het eerste punt. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met Apple, hun iOS, iOS 15 geloof ik. Een paar maanden geleden geïntroduceerd. En daar kun je dus tegenwoordig op je iPhone aangeven als je een app opent en gebruikt. Of die app jou mag blijven volgen, binnen de app of buiten de app, geloof ik. En heel veel mensen zullen vaak nee kiezen. En waarschijnlijk ook zeker bij apps van Facebook zeggen van nee, dat wil ik niet. Um, dat heeft natuurlijk impact. Want Facebook kan jou niet volgen. Kan jou daardoor een minder goed profiel van jou maken. En hoe meer gegevens ze van jou hebben, hoe beter dat profiel is, hoe waardevoller ook advertenties in de toekomst zijn. Dus dat heeft impact. Um, dat heeft meer impact dan gedacht. Iets waar een paar maanden geleden Facebook nog van dacht: van, Het zal misschien wel meevallen. Of we weten het niet helemaal. Maar we denken dat het meevalt. En dat zal waarschijnlijk een kwartaal impact hebben op onze, op onze ja, organisatie. Nu hebben ze niet in dit document. Maar in de earnings call. Naderhand gezegd: Van we denken dat het juist dit jaar al impact gaat hebben. Dus niet één kwartaal. Maar in één keer hebben ze eigenlijk overal vier kwartalen. En ze zeggen ook een bedrag, ze zeggen waarschijnlijk kost het ons 10 miljard aan omzet dit jaar. Dus dat is in één keer wel een heel ander beeld dat we krijgen. Um, ja, die kleine verandering voor Apple heeft dus grote impact op een bedrijf als Facebook. En dat is dan denk ik ook meteen dat beleggers denken van oh, het is niet langer een kwartaal, het is in één keer vier kwartalen, het is niet langer, valt wel mee, het is in één keer 10 miljard. Blijft het hierbij? Of gaan we in één keer volgend jaar denken... of over een paar kwartalen van, oh nee, het is niet één jaar... het worden drie jaren, het is niet 10 miljard, het wordt 20 miljard... Dus Juist daardoor wordt denk ik het aandeel heel hard afgestraft en dat natuurlijk ook zeker in een tijd en winstgevendheid die neemt wel iets af, maar dit zorgt er ook gewoon voor een afname van de winst van 4 tot 5 miljard. Juist in een tijd dat ze het geld goed kunnen gebruiken juist om te investeren in de toekomst in de metaverse. Dus wat we eigenlijk de laatste tijd zien zijn grote verschillen binnen de tech bedrijven, tech aandelen. We zien Apple het heel goed doen, we zien Microsoft het heel goed doen, Google ook deze week nog. Niet alleen de cijfers doen het goed, ook hun vooruitzichten zijn er steeds goed en daarom gaat het dus goed met de aandelen. Maar we zien dus ook zoals gisteren bedrijven zoals Facebook, PayPal of Netflix het juist misschien qua cijfers het wel goed doen, maar juist de uh, vooruitzichten die... Ja, gewoon slecht zijn in principe. Of tenminste, slechter dan wat analisten hadden verwacht. En daar reageert de markt dan ook meteen heel hard op. Want bijna bij al deze bedrijven ging het om dalingen van 20% of meer. En dan niet alleen vaak bij de bedrijven zelf, maar ook bij hun concurrenten kijken we naar Facebook. Dan is het niet alleen Facebook wat daalt, wel met 20% ongeveer. Maar het neemt ook bijvoorbeeld Snapchat mee met 8% daling. Kijken we naar PayPal, die hadden te maken met een flinke daling, maar ook een concurrent zoals Block, Square was dat voorheen, ging ook met zo'n 8% onderuit. Of bij Facebook, dus hadden we ook de Trade Desk, ook rondom advertenties. Dus de conclusie of de samenvatting van deze video is eigenlijk dat we wel goede resultaten zien, maar vaak tegelijkertijd wisselende of gewoon slechte vooruitzichten. En dat beleggers gewoon nerveus zijn, uh, zeker op dit moment, maar eigenlijk al de laatste paar maanden. Uh, we hadden al te maken met hogere inflatie. Een rente die zou gaan komen, nou, die komt waarschijnlijk ook dit jaar. Dat weten we al wel, maar we weten nog niet hoe vaak, hoe vaak die verhoogd wordt en met hoeveel percentages die telkens verhoogd wordt. Dus daar is nog steeds onzekerheid over. En juist, ja, techaandelen worden altijd al getroffen door inflatie of door uh, renteverhogingen. Dus ja, dat sentiment dat is er al gewoon. En dat had ik ook wel een beetje al verwacht... dat we reactie zouden gaan krijgen... juist omdat techbedrijven nog de bedrijven waren... die de index zo hoog hielden. Uh, we zien nu al wat bedrijven die het al slecht doen. Zoals gezegd Netflix, PayPal en dus Facebook nu. Maar dat zijn nog niet de echte grote namen. De echt grote namen zoals Microsoft, Google en Apple... die doen het gelukkig nog steeds goed. Maar wat gaat er gebeuren met die bedrijven... en met de hele markt dus op hetzelfde moment... wanneer het daar een keer tegen gaat zitten... Krijgen we dan ook koersdalingen van 20% te zien? En wat heeft dat voor effect op de hele index? Of op het sentiment van beleggers? Best wel iets belangrijks. Um, het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten, maar wel vast interessant om erover na te denken. En mogelijk biedt dat kansen. Misschien biedt nu al Facebook eigenlijk een kans, maar misschien ook wel in de toekomst als andere bedrijven als het tegen zitten. Zeker als je gaat kijken naar de lange termijn, maar voor mij is dat eigenlijk nog... Te vroeg eigenlijk om dat nu in te schatten, nog te onzeker. Ik moet daar nog meer onderzoek naar doen. Dus laat ook in ieder geval jouw feedback achter, hoe jij er tegenaan kijkt, wat jouw verwachtingen zijn in de reacties onder deze video. En hopelijk kunnen we dan ook via die reacties van elkaar leren. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.